De laatste spreker van de zijde van de Kamer is de heer Beertema van de fractie van de Partij voor de Vrijheid. Voorzitter, dank u wel. Ik sta hier als vervanger van mijn collega Gabrielle Popken, die helaas ziek is. En ik breng haar groeten hierbij aan u allen over. Groeten ik zal de wetenschap zeker terug wensen, voorzitter. Voorzitter, een belangrijke aanleiding voor dit debat is natuurlijk die onduidelijkheid die is ontstaan over de visie op de toekomst van Defensie. Zo wordt er in het kabinet heftig gediscussieerd over wel of geen EU-leger en verkondigt de minister van Defensie medio december nog dat er geld bij komt, wat later weer ontkend werd door de vicepremier mevrouw Ollongren. Nou, onduidelijkheid alom dus. Wat moeten wij met de berichten dat minister van Bijleveld zegt dat een Europees leger te ver gaat en dat minister Ollongren in Kopenhagen op een congres van een zusterpartij van D66 zegt dat we wel moeten streven naar een EU-leger? Voorzitter, is voor ons duidelijk dat de vergezichten van het kabinet als het gaat over die toekomst niet overeenkomen met de realiteit. Er is geen echt plan, er is geen dekking. Die volgt nog bij de voorjaarsnota, horen we dan. En daarom vinden we dit debat eigenlijk vrij nutteloos, omdat er nog zo ontzettend veel onduidelijk is. Zeker gezien het feit dat er nog zoveel problemen en misstanden zijn op het gebied van personeel en van materieel. 8000 vacatures, dat lijkt het onderwijs wel. En daar spreek ik over een systeemcrisis. Voorzitter, de gênante verhalen over de kazerne in Schaarsbergen, de winterjassen die veel te laat werden besteld, afgekeurde mortieren die toch gebruikt werden, journalisten die zonder controle toegang hadden tot kazernes en de dramatische gebeurtenissen omtrent die verfsoort Chroom 6, liggen ons nog heel vers in het geheugen. Ook is er nog steeds sprake van een cultuur waarin de Tweede Kamer, en dat vind ik toch wel heel kwalijk, constant achteraf pas hoort over serieuze misstanden en incidenten. Nou, al die vergezichten over de toekomst waar we nu kennis van nemen, ja, die zijn allemaal leuk en aardig. Maar die staan wel erg los van de realiteit van Defensie, waar Defensie vandaag de dag mee te kampen heeft. Voorzitter, de stilte rondom de plannen voor een EU-leger, die zijn voor ons allesbehalve geruststellend. De modus operandi van de EU is ons goed bekend. De vlucht naar voren, altijd maar weer die vlucht naar voren richting die ever closer union. Dat is echt een alomvattend streven. Dus is het logisch dat de eurofielen zo snel mogelijk op weg willen naar een EU-leger. Nou, wij vragen de minister dan ook om ons duidelijkheid te verschaffen of dit kabinet nou wel of niet wil deelnemen aan het EU-leger. Dat is geen lastige vraag, voorzitter, maar het is wel een zeer principiële vraag. En we hebben het hier over de soevereiniteit van onze natie, met de daarbij onlosmakende zeggenschap over onze zwaardmacht. De minister, als dienaar van de kroon, van de natie Nederland, die heeft toch de politieke verplichting om hier eens en voor altijd uitsluitsel over te geven, maar dan wel vanuit het adagium dat het kabinet spreekt met één mond. Zoals bekend is de EU voor ons niet de oplossing. Het is voor ons een steeds verder groeiend probleem. Wij willen geen onderdeel worden van een massief en log EU-leger binnen een EU-superstaat. Ik roep de minister op om haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de krijgsmacht en ten aanzien van de Nederlandse kiezer, van wie zij tenslotte dat mandaat heeft, hierop te reageren. Voorzitter, we kunnen door de afbraak van onze krijgsmacht niet eens meer ons eigen grondgebied verdedigen. Dat zeg ik niet. Ja, ik zeg het ook. Maar in 2016 zei minister Hennis dat al. Toch zullen we het gaan meemaken dat er toch weer gesproken wordt over allerlei kansloze missies in het buitenland die een veel te grote druk leggen op ons materieel, op ons personeel. Onze krijgsmacht zou er moeten zijn om onze grenzen te beveiligen tegen de jihadisten die vrijelijk ons land in en uitreizen, tegen de straatterreur waar de politiediensten amper grip op krijgen. Daar zou de focus op moeten liggen. Graag een reactie van de minister. Dank u wel. Deze is volgens mij voldoende aan de orde geweest. Dan de vraag van de heer Usturk, de heer Kerkstens en de heer Beertema. De heren allemaal, over het oprichten van een Europees leger. Nou ja, daar
ben ik steeds klip en klaar over geweest, voorzitter. Het Nederlands kabinet is niet voor een Europees leger. We hebben daarover een heel debat over gehad hier. De argumenten van de heer Beertema, die door de heer Beertema aangehaald, zijn ook mijn argumenten. We moeten ook niet de illusie hebben dat de EU de rol van de NAVO kan overnemen. Dat waren de punten die, dacht ik, de heer Bosman destijds ook nog eens nadrukkelijk inbracht. Als het gaat om collectieve verdediging van het Europese bondgenootschap, mevrouw Bruinslot zei daar net ook het haar over. Voor het kabinet is nog steeds de NAVO de hoeksteen van het hele veiligheidsbeleid. En ik zeg ook nog maar een keer, ook het NAVO heeft geen eigen leger. He, dus dat is denk ik goed om te zeggen. Ook daar is het zo dat wij steeds ordentelijk met uw Kamer over de inzet van onze mannen en vrouwen spreken. Ik ben wel ervan overtuigd dat de intensivering van de Europese militaire samenwerking, dat die bijdraagt aan een betere veiligheidscontext. En dat we daarin investeren, daar is geen misverstand over. Daarom ga ik volgende week ook naar Boekarest. En volgens mij hebben we daar komende donderdag ook nog met de Kamer een voorbereiding over. Dus dan kunnen we ongetwijfeld op dat punt nog met elkaar verder spreken. Ik denk wel, dus ik breng ook steeds in op verzoek van uw Kamer, een sterke EU, denk ik, zal het functioneren ook van de NAVO ten goede komen. En ik weet dat in Boekarest ook mevrouw Mogherini aanwezig zal zijn. De heer Stoltenberg is daar aanwezig, net zoals omgekeerd bij de NAVO-vergadering tegenwoordig steeds mevrouw Mogherini aanwezig is. En Nederland heeft zich wel degelijk als rol voorgesteld om een soort bruggenbouwer tussen EU en NAVO te zijn. We zijn een betrouwbare NAVO-bondgenoot, dat laten we ook zien met dit plan. Maar we zijn natuurlijk ook een founding father van de EU. En ik denk dat het belangrijk is dat we daar ook in veiligheid investeren. Dat is de laatste spreker van de zijde van de Kamer, de heer Beertema van de fractie van de Partij voor de Vrijheid. Voorzitter, mijn wantrouwen tegen die vorming van het EU-leger is zeker niet weggenomen. Zeker niet gezien het feit dat het hernieuwde vriendschapsverdrag tussen Frankrijk en Duitsland, zojuist afgesloten in Aken, zeer de nadruk legt op defensie en veiligheid. Macron heeft hierover gezegd, Duitsland en Frankrijk moeten in deze wereld en in dit Europa, daar bedoelt hij de EU mee, mag ik aannemen, de weg wijzen. Merkel zei erop dat het verdrag een bijdrage kan zijn aan de oprichting van een Europees leger. Ze sprak over een gemeenschappelijke, militaire, cultuur- en wapenindustrie. Nou, dat is die vlucht vooruit waar ik zojuist over sprak. En het gaat volgens mij al lang niet meer over de EU, als bondgenootschap van gelijkwaardige leden. Hier wordt het eigenaarschap van de EU nadrukkelijk in de schoot gelegd van Merkel. Macron draagt zelfs de soevereiniteit van zijn eigen land, la gloire de la France, geeft hij over aan mevrouw Merkel, de kampioen van de open grenzen van Wir schaffen das. Begrijpt u, minister, is mijn vraag, ons wantrouwen tegen al die politici die ons nu voorhouden dat het EU-leger er niet komt? We zien als onderdeel van het plan dat beide landen elkaar zullen bijstaan als één van hen wordt aangevallen. Ik lees daar buiten de NAVO om. Nou, nu al zien we panzerwagens met EU-embleem die ingezet worden tegen ongewapende burgers met gele hesjes in Frankrijk. We zien de inzet van Eurogent voor, een beetje geheimzinnig EU-legertje, wat ook regelmatig wordt ingezet. En dat voedt het wantrouwen, voorzitter, vandaag de volgende motie. De Kamer, gehoord de beraadslaging. Overwegende dat de Europese Commissie vergaande EU-defensieplannen heeft gepresenteerd, overwegende dat Nederland een soevereine staat is en als zodanig ook zijn krijgsmacht behoort aan te sturen, verzoekt de regering deze EU-defensieplannen en iedere stap in de richting van een EU-leger te verwerpen. En daar bedoel ik ook mee alles wat in samenhang komt met het verdrag van Aken. Verzoekt de regering geen enkele Nederlandse bijdrage te leveren aan toekomstige buitenlandse missies, maar in plaats van de focus te leggen op de bescherming van ons nationale grondgebied en de bewaking van onze nationale grenzen. En gaat over tot de orde van de dag. Die is ondertekend door mij en mijn collega Popken. Dank u wel, waardering van deze motie en voldoende mate ondersteun. Ik stel vast het vastmaakste onderhoud van de beraadslaging. Dank u wel. Tot zover de tweede en laatste termijn van de Kamer. Van de motie, voorzitter. Ik kan op zich positief zijn over de
de overwegingen voor een belangrijk deel. Omdat inderdaad, dat heb ik ook beantwoord, wij zijn een soevereiniteit staat. En wij horen aan te sturen waar onze krijgsmacht wordt ingezet. In die zin is het Nederlands kabinet niet voor een Europees leger. Maar het dictum gaat dit kabinet veel te ver. Geen enkele Nederlandse bijdrage aan welke toekomstige buitenlandse missie dan ook. Dat kan gewoon niet, voorzitter. Dus ik moet de motie ontraden. De heer Beertema. Voorzitter, ik wil met alle plezier het tweede verzoek, het tweede dictum schrappen. Wat is de appreciatie van de minister dan? Nou, voorzitter, ik heb al verschoven in de defensienota naar, dan blijft het toch ontraden, want u zegt de focus ook leggen. Nee, ik ben wel voor focus leggen op bescherming van het nationale grondgebied en het bewaken van nationale grens. Dat is onze eerste grondwettelijke taak, dat is helder. In de defensienota hebben we ook al verschoven naar die eerste grondwettelijke taak. Daar is geen misverstand over, net zoals onze derde grondwettelijke taak extra aandacht krijgt. Maar het is niet zo dat we dat daar alleen de focus op kunnen leggen. Ze moeten altijd onze ogen en open ogen en oren open blijven houden. Ja, dus ik blijf hem ontraden. Ja, voorzitter, maar dan begrijpt de minister me niet. Als ik nou dat hele tweede verzoek schrap, dan blijft er maar één dictum over. En dat is verzoek de regering deze EU-defensieplannen en iedere stap in de richting van een EU-leger te verwerpen. Oh, tweede verzoek, helemaal schrapt u. Tweede dictum wilt u schrappen? Ja, het zijn twee verzoeken. Ik zie het nu dat er twee... Meneer Beertema, er is wat onduidelijkheid in de zaal over de motie. U wilt iets uithalen. Wat blijft er dan over? Even voor de helderheid. Het is één motie, voorzitter, met twee verzoeken. En het laatste verzoek zou ik dan willen schrappen. En wat dan blijft er over dan? Dan blijft over het verzoek de regering deze EU-defensieplannen en iedere stap in de richting van een EU-leger te verwerpen. Nou, daar kan ik dan ook, voorzitter, niet mee leven, omdat EU-defensieplannen want dat is wel echt wat anders van de hoge commissaris, want ik zie nu wat u doet. U heeft die ook nog gecombineerd. Kijk, het Nederlandse kabinet is niet voor een EU-leger. Dat is klip en klaar. Daar is geen misverstand over. Maar wij zijn wel voor samenwerking op Europees niveau. Voor met elkaar goede keuzes maken. En dat zit voor een belangrijk deel ook in de EU-defensieplannen. Waar we met elkaar over spreken. Waar we overigens volgende week in Boekarest met elkaar over spreken. Dus ook dan kan ik er niet mee leven. Dan zou er zoveel, voorzitter, geschrapt moeten worden uit deze motie. Dat het denk ik geen motie meer is. Maar we kunnen daarover verder praten bij het debat voor de RBZ-voorbereiding. Dat er zoveel geschrapt is uit de motie dat alleen de naam Beertema overblijft. Even afsluitend, voorzitter. Ik denk dat u in Boekarest dan ook nog heel wat te bespreken heeft over dat hernieuwde vriendschapsverdrag van Aken, waarbij zowel Macron als Merkel buitengewoon vergaande uitspraken doen over een samenwerking tussen Frankrijk en Duitsland, hè, waarbij zij zelfs elkaar gaan bijstaan in het geval dat ze aangevallen worden. En dat is echt buiten de NAVO om. Zo lees ik dat. En u doet het nu wel weg van, ach, dat zien we dan wel weer. Dit is heel vergaand. Dit EU-verdrag van dit verdrag van Aken, dat legt ook een bom onder alle afspraken van de EU zelf. Het is niet voor niks dat men daar buitengewoon ontstemd is over wat daar gebeurd is. Deze leidende positie die zowel Frankrijk als Duitsland, maar vooral Duitsland, zich toe-eigent, daar wil u nu niets over horen. U wil er geen appreciatie over uitspreken. En waar u in Boekarest over gaat spreken, is mij dan volstrekt raadsel. Voorzitter, ik gaf een beoordeling over deze motie. Daar zie ik dit niet allemaal in staan. En ik zal natuurlijk het vandaag gesloten de bilaterale overeenkomst tussen Duitsland en Frankrijk lezen. Omdat dat daar ongetwijfeld ook in Boekarest over gesproken zal worden. Al was het maar over de aanduidingen die daarbij zijn gegeven. Ik heb vorige keer al namens uw Kamer overgebracht in de vorige RBZ-raad dat Nederland niet is voor een Europees leger, maar wij wel voor Europese defensiesamenwerking zijn. En die stelling blijft ook in Boekarest hetzelfde als de vorige keer. En u kunt ervan op aan dat ik dat vrij klip en klaar ook daar weer zal zeggen. Ook in de richting van Duitsland en Frankrijk. En ze weten dat overigens ook.
Helder, tot zover. Dus uw motie blijft ongewijzigd, hè, meneer Beertema, stel ik vast. Ja. Dus moet hij er zoveel uithalen? Tot over dit debat. Dank aan de minister voor haar aanwezigheid vandaag. Hetzelfde geldt. Dank aan de aanwezigen en de deelnemers.